Verrassende naam in jouw selectie is die van Marvin Segelaar. Kun je uitleggen waarom hij bij de selectie is gehaald? Ja, natuurlijk kan ik dat uitleggen. Maar het is wel bijzonder, want ik ken hem nog uit mijn Ajax-tijd. Toen ik hoofdopleidingen was, zat hij in de jeugdopleiding van Ajax. En op het moment dat ik technisch manager was, maakte hij zijn debuut bij het eerste. En heb ik hem verhuurd aan Excelsior. En uiteindelijk is hij middels heel veel omzwervingen in Portugal terechtgekomen. Ja, en daar heeft hij zijn plek gevonden. En maakt hij een stabiele indruk als linksback. Hij was altijd linksbuiten. En ik heb hem nu de afgelopen maand meerdere keren zien spelen. In grote wedstrijden. Tegen Borussia Dortmund, Champions League niveau 2 keer. Real Madrid, Champions League en ook in de competitie. En ja, hij maakt een goede indruk. En met het wegvallen van Jetro Willems, die ik niet selecteer. Die heeft toch wat problemen met zijn vorm. Zocht ik een type die aanvallende pulsen wel kan verzorgen. Dus vandaar Marvin Segelaar.